Ja, stel je voor, hè? Jullie en ik. Ja, wij wonen in Ter Apel. En je hebt dus zeg maar een jaar en misschien nog wel langer, heb je alleen maar ellende meegemaakt met asielzoekers. Hè? Met lastigvallen, met diefstal, met weet ik veel, met vernielingen. Zoek het uit. Eén en al gedoe. En je voelt je ook niet eens meer veilig in je eigen huis. Hè? Dus, en je begint dan ook nog eens een keer een burgerwacht. Nou, zover ben je al gekomen. En je hebt al gezegd van, als er nou nog wat gebeurt, dan slaan we ze gewoon in elkaar. Nou, zover is het. En dan komt er een vragenuurtje in de Tweede Kamer. Hè? Die mogen ze dan vragen stellen aan de minister van Justitie. Weet je wel, met die moeilijke naam. Nou, en dan zeggen ze al dat soort dingen. Namens ons dan, van Ter Apel. He? Vertellen gewoon hoe groot de nood is en dat er nou eens een keertje opgetreden moet worden. En dan komt zo'n minister met alleen maar een beetje ontwijkende en vage antwoorden. En ja, dat ligt niet bij mij. En dat moet je bij de burgemeester zijn. En ik kan ook niet zorgen direct voor meer agenten. Ja, maar dan gaat het nou juist om. Ja. In Ter Apel willen we meer politie. Ja. En zeg dat dan. Nu. Niet gisteren, nee, vandaag en morgen staan er meer agenten in Ter Apel. Neem maatregelen. Nee. Ontwijkende antwoorden. Ja, dit, dat. Je zou toch knettergek worden als je dus in Ter Apel woont. Met dit soort gebeuren in de Tweede Kamer. En dan zeggen ze natuurlijk, die Kamerleden zeggen tegen de minister, ja, maar stop dan eens een keer met die instroom. Hè? Van die asielzoekers. Ja, maar, dat kan niet. Je kan niet zomaar de grenzen dichtgooien. Maar vrienden, Spanjaarden zeggen tegen mij, jullie zijn helemaal knettergek daar in Nederland. Ja, want kijk, via Marokko komen er ook duizenden en duizenden van die asielzoekers binnen in Spanje. Maar ze blijven niet, ja, een heel klein groepje blijft in Spanje hangen. Maar de rest, die hollen dwars door Spanje heen. Ja, en die gaan hoep naar Nederland toe. Naar het asielparadijs. Naar de hemel voor de asielzoekers. Ja, want die worden daar gepamperd en in de watten gelegd. En hier heb je een huisje en hier heb je je handje ophouden bij het loket. En dan krijg je geld en ga zo maar door. In Spanje krijgen ze helemaal niks. In Spanje moet je het lekker uitzoeken zelf. En dat weten ze. Dus die hup, die hollen door Spanje heen. En dat zou Nederland ook moeten doen. Heel simpel.